is dus lekker weer. De weergoden die dachten, nou Breda, jullie krijgen wel een mooie editie. Een beetje bewolking, maar er is echt geen regen uitgevallen of helemaal niks. En wie dan toch beter dan gewoon onze eigen Mike Siebelink met zijn sociale jazzy voelsprieten de hort opsturen. En maar eens even te gaan laten peilen of dat het dit jaar ook weer een beetje gezellig is. Soepele heupjes heen. Wat zeg je? Even hele soepele heupjes. Ja, dat ja. Heb ik helemaal mee. Mijn hele leven. Je moet wel blijven focussen, hè, op de muziek. Hè. Ja, ik kan niet stoppen, hè. Hij zit helemaal kwijt, of niet? Nee, helemaal niet. Ik speel maar twee akkoorden. Dat is eigenlijk alles wat ik doe. Oh, dus eigenlijk... Zij doen het zware werk en ik doe helemaal niks. Eigenlijk doet hij niet zoveel aan de groep. Ik alleen maar een beetje bij, man. Je bent meer voor het plaatje. Ik ben de baas. Ik zeg wat ze moeten doen. En voor de rest doe ik helemaal niks. Wij proberen toch in het lukt ons meestal elk jaar te komen. Maar wij vinden dat een schitterende uitstap. Ja? De dames gaan winkelen en wij gaan komen naar de muziek luisteren. De dames vinden dat niet zo leuk? Jawel, jawel. Ja. Maar die... Je laat ze maar lekker winkelen, bent u er ook even vanaf, hè? Ja, ja, fijn ja. Wat vind je er nou zo leuk aan het jazzfestival? Sowieso de muziek, ik hou heel erg van jazz. Dus... Je bent er ook 4 dagen lang te vinden? Nou, ik moet het weekend werken, dus 2 dagen. Bent u er ook echt 4 dagen bij? 2 dagen. 2 dagen? Ja. Oh, de andere 2 dagen heeft u iets anders? Zaterdag Blues Festival in Sievlieg, ja. Oh, maar het is hier toch veel leuker, of niet? Tuurlijk zeg je dat. Ik ben met een object bezig. Oh, wat voor project? Meneren met baarden. Meneren met baarden. Heeft u er al veel gevonden op het jazzfestival? Heel veel. Ja. Luister, dit is het 49ste festival dat wij meemaken. Ja? U bent er bij elke bij geweest? Elke ben ik bij geweest. Hun komen met de trein. Ja. En wij komen met de auto, dus ja, ik zal hier wel moeten blijven slapen, want... Na 2 biertjes ging ik al niet meer rijden, laat staan we na 12. Maar heeft u al een slaapplek gevonden? Nee, die gaan we nog naar op zoek. Okay. Maar misschien kennen we wel op de... Jan, je hebt er nog een kattenhok, ik kan het wel bij die katten leggen. Hij kan wel bij die katten bij ons leggen. Ja, maar dat kan wel. Nou, ja. Opgelost. Zo werkt het toch. Ja. Hebben jullie pauze? Ja, maar we gaan zo spelen. Zo spelen, wat spelen jullie? Muziek. Ja, muziek, ja, dat snap ik. Ik zing de teksten van onze liedjes. Ja? Oh, doe eens even een stukje. I've got a big fat woman and she's loving me all night long. Mooi, mooi. En dat jij er een beetje bij drummen? Ik doe er een klein beetje bij drummen inderdaad. Een klein beetje. Niet te veel. Dank u wel meneer. We gaan afsluiten nou. Hè. Ja, afronden. Zeg maar, we gaan weer terug naar de studio. We gaan weer terug naar de studio, Wilfred Gené. Ja, die zit er niet. Er zit iemand anders. Maar dat maakt niet uit. Nee, niet Wilfred. Nee, niet in de verste verte niet. Je moet me ook geen voetbal laten doen, want buitenspel herken ik niet. Verstand van muziek, dat vind ik van mezelf wel dat ik daar heb. En daarom zit ik met veel plezier hier zo te werken. Dit is dag 1 Jazz Talk waar je naar kijkt op Breda Nu en Omroep Brabant. Verslag doen van wat er zoal gebeurt allemaal op Breda Jazz. Breda Nu.